Hallo mensen, welkom in een nieuwe video van mij. Vandaag ga ik iets unboxen. Iets wat anders is dan dat ik eerder heb geunboxed. Ik ga het namelijk over gereedschap. Dit is namelijk de ProTech Toolkit van iFixit. Oké, we zijn dus nu bij de doos aangekomen. Op de voorkant zie je mooi al een plaatje van hoe de kit gaat worden. Aan de zijkant zie je gewoon weer ProTech Toolkit 70. Pieces, oftewel 70 dingen zitten hierin. En op de achterkant zie je weer alle dingen die erin zitten. En ik ga dat niet vertellen. Ik ga zo meteen een mooie close-up krijgen, foto. Zodat jullie de video kunnen stilzetten. En dan gewoon zelf kunnen kijken wat erin zit. Omdat het vrij veel is. Ik heb nu wel genoeg gepraat over de doos, denk ik. We gaan gewoon lekker naar binnen. En nu heb je hier een mooie rol met weer iFixit en het logo ervan. Nu je het open doet, het klikt de band, zie je nog steeds niks. Nee. Als eerste in het midden zit een bitset. Dit is een heel mooie bitset met heel veel verschillende bitjes. Zoals ik al zei, die zijn allemaal op de achterkant van de doos. En een heel mooie schroefdraaier, die ik lekker laat vallen. Maar dit is een heel mooie schroefdraaier. Het is geen standaard bitformaat. Het zijn dunnere bitjes om ook makkelijker in kleine gebieden van elektronica te komen. Waardoor ze dus dunner moeten zijn. Dus je kunt dus geen normale bitjes gebruiken met deze bitset. Hier aan de rechterkant heb je een flapje. Verschillende dingen. Hier is een meter met aan de achterkant een overschaal van inch naar centimeter. Dat kan vrij handig zijn als je bijvoorbeeld het tutorial in het Engels hoort met ja, je hebt 0,3 inch nodig. Ja, maar hoeveel is dat nou in centimeters? Ook een Stanley mesje en verschillende dingen om dingen uit elkaar te halen. Hier aan de linkerkant heb je nog meer dingen om dingen uit elkaar te halen. Met namelijk allemaal plastic dingetjes die je dus onder bijvoorbeeld je scherm van je telefoon kunt doen wanneer je je telefoon uit elkaar haalt. En hier hebben we dingen om dingen vast te pakken, zoals kleine schroefjes. Ik zeg de dingen omdat ik even niet op het woord kom van wat dit is. En hopelijk wil de camera focussen. Dat wil die niet. Maar ja, dat heb je dus. Je hebt een dingetje, een pincet, zo heet het. Je hebt verschillende pincetten om dus dingen vast te houden. En al dit gereedschap is antistatisch veilig. Dus waarmee je dus niet je apparatuur kapot maakt door een statische schok. Hier in het vakje beneden vind je een antistatische armband. Waarmee je dus veilig kunt werken aan je apparatuur zonder dat het kapot kan gaan van een statische schok. En je krijgt een zuignapje als je bijvoorbeeld je scherm van je telefoon eraf moet halen. Al met al is dit dus een heel mooie set om dus apparatuur uit elkaar te halen. Dit is dus van de site van het bedrijf iFixit. Ze hebben de site iFixit. Je moet gewoon even googlen, want ik weet niet exact de URL van de Europese site. Ook op de site vind je allemaal handleidingen om apparatuur uit elkaar te halen en te vervangen. Dus stel je camera van je iPhone is kapot, kun je via hun de camera kopen en dus al het gereedschap. En je krijgt gewoon allemaal gidsen hoe je het beste kunt doen. Dat was mijn review van de iFixit ProTech Toolkit. Laat me even weten of jullie vaak dit soort unboxingen willen zien van gereedschap bijvoorbeeld. En ik bedank jullie allemaal heel erg voor het kijken. Tot de volgende video. Het lukt niet helemaal, het is een beetje gebogen, maar volgens mij gebeurt dat altijd.